Hallo allemaal, hartelijk welkom bij toch nog weer een video over lasergraveren. Nou, eigenlijk een video over het programma Lightburn. Ik had hem al even aangekondigd, ik zei al voor de kerstdagen, dit wordt mijn laatste video waarschijnlijk, maar ik heb bij de vorige video al verteld dat er een inhaalslag dient plaats te vinden en waarom. Lightburn is uitgekomen met een grote nieuwe update, versie 1.3.0.0. Persoonlijk vind ik het niet zo'n super grote update. Ja, voor hun ongetwijfeld wel, maar voor ons als gebruiker hangt het een beetje van jou als gebruiker af. Inmiddels is daar alweer een update overheen geweest, 1.3.01, dat is een bugfix. En toch zul je zien in de video dat ik alweer een bug heb gemeld bij ze, aangaande een van de updates die uit is gevoerd. In deze video ga ik u laten kennismaken met de belangrijkste zaken die veranderd zijn in deze versie van Lightburn. Nou, we gaan er maar gewoon gelijk induiken. Veel plezier alvast. De eerste grote verandering in de update van Lightburn 1.3.00 en inmiddels dus 0.1 is de hotkey editor. Ik zelf gebruik hem niet zoveel. Ik gebruik niet zo heel veel shortkeys. Dat zijn zeg maar de Ctrl-Alt-functionaliteiten en dergelijke. Maar tot voor kort waren dat vastgestelde functies in Lightburn. En met deze nieuwe editie kan jij zelf bepalen welke shortkeys, welke hotkeys er gebruikt worden voor welke functie. De editor vind je terug onder bestand. Daar zie je bijna onderaan een naar onderste edit hotkeys. Dat zijn dus de shortcuts. En dan krijgen we dit schermpje hier te zien, waarin we aan de linkerzijde kunnen kiezen voor uit welk menu iets komt. En aan de rechterzijde staan de shortcuts al in. Bijvoorbeeld Ctrl-Q is het afsluiten van het programma. Maar wil jij bijvoorbeeld achtergrond vastleggen, opslaan, ook een shortcut gaan geven, dan kan je dat met deze editor gaan doen. Hou wel even in de gaten dat voor zover ik het tot zover heb kunnen ontdekken, zijn de eerste commando's dan wel Ctrl, dan wel Alt. En dan kan je eventueel met Shift of Page Down of Page Up en letters en cijfers kan je zeg maar Ctrl keys doen. Ik heb even een beetje geëxperimenteerd, maar als je nou een shortkey gaat gebruiken die al in gebruik is. Ik pak dus hier die achtergrond vastleggen. Dan zie je dat dat vak daaronder shortcut, press shortcut, dat die wit wordt. Die kun je dus aankiezen nu. Nou stel ik zou nou die Ctrl Q doen. Die we gezien hebben, die voor het afsluiten van het programma is. Dan zie je, ik weet niet of ik dat groot kan maken, ga het wel even proberen. Dan komt eronder te staan, Ctrl-Q is already used bij afsluiten. Oké, dus dat kan niet. En ik ga er even een gebruiken die wel kan. Voor zover ik weet, Ctrl-F dacht ik. Ja, en als we nu kijken, dan zien we bij achtergrond vastleggen, opslaan, Ctrl-F verschijnen. Je kan dat ook weer wissen zometeen als je dat wilt. En daaronder zie je buttons staan voor exporteren en importeren. Dus als je bang bent dat door een update of een reset van het programma al die instellingen die jij hier gedaan hebt, die je zelf gedaan hebt, verdwenen zijn, dan exporteer je het natuurlijk. Dat is het, als het ware het maken van een backup van dit bestand, zeg maar. En op het moment dat je dan zeg maar de zaak zich weer gereset heeft of wat dan ook, of je hebt hier linksonder gekozen voor reset all, dan kan je het ook weer importeren, zodat hij zeg maar die functionaliteit weer aanzet. Nou, nogmaals, ik persoonlijk ben niet een groot voorstander van dit soort dingen te gebruiken. Dat is aan iedereen zelf. Maar iemand die dus veel shortkeys gebruikt en heel veel en een aantal functies heeft die echt gewoon heel veel gebruikt, dan kan hij dus een shortkey aanhangen. En dat doe je dus met de hotkey editor. En dat is de eerste grote update in deze versie van 1.3.01, zie je hierboven staan. Maar hij komt eigenlijk uit 1.3.00, want 0.1 dat waren bug fixes. Dus in die grote update zaten wat bugs. En die zijn hersteld met die één versie die erachteraan zit, zeg maar. De hotkey editor. Zo, lieve mensen, de volgende verandering in Lightburn is best een hele mooie, maar ik heb inmiddels ook al gemerkt dat die niet feilloos is. Laat me alvast zeggen dat als jij bestanden gaat downloaden waarbij het om DXF bestanden gaat, van bijvoorbeeld websites als www.amede.com, dan lijkt het niet te werken. Ik heb dit inmiddels gemeld bij Lightburn. Maar de functie waar we het over gaan hebben, dat is het resizen van slots. Slots, zo noemen ze dat in
de Verenigde Staten. We zien hier daar een voorbeeld van. Ik heb een bestand geopend. Dit is een onderdeel van een box die ik gemaakt heb. Dit is de bovenkant van die box. En je ziet daar in deze rechthoekige vormen. En in die rechthoekige vormen komen deze uitstulpingen te zitten. Nou is natuurlijk zo'n rechthoekige vorm, die is gemaakt op een bepaalde dikte. Dus ik zal even wat gaan inzoomen hierop. Even kijken. Ja. En dan even wat schuiven. Het is het makkelijkste zien bij hierboven of onder. Kijk, deze dikte, zeg maar, dat is de dikte van het hout. Het hout moet hier namelijk inpassen. Wat nu, als je deze box opnieuw wilt gebruiken, maar je hebt in één keer dikker hout. Nou, het eerste waar we even rekening mee moeten houden, is dat we het hele object moeten gaan ungroepen. Nou, dat doen we door, zeg maar, alles te selecteren. Zo, selectieknop. En dan te kiezen voor ungroep. Het is hier al ungroep, maar ungroep. Houd in de gaten dat je misschien ook even soms hier binnenin nog voor hetzelfde moet gaan kijken. Want ook dat kan nog wel eens gegroepeerd zijn. Dat dat niet geungroept is op het moment dat je dat geklikt hebt. Ja of nee. Dus dat is een heel belangrijke. Tweede wat belangrijk is. Als ik nu dat object selecteer. Zo'n rechthoekje. Eén zo'n rechthoekje. Zo meteen gaan we ze allemaal selecteren. Dan zien we hier bovenin. Zien we een soort van button met 9 rondjes, waarvan er 8 wit zijn en 1 zwart. Dat zijn de ankerpunten. En op dit moment is dat ankerpunt is op het midden vastgezet. En het is belangrijk dat als je deze functie gaat gebruiken, dat je dit ook op het midden vastzet. Waarom? Zal ik je even laten zien. Kijk, op het moment dat ik nu zeg maar dat object met 30 graden ga draaien, kijk goed naar dat object. Ik zal even wat dieper inzoomen daarop trouwens. Zo. Ik ga het met 30 graden draaien, dan draait hij dus om dat middelste blokje heen. Ja. Zou ik hem nu op linksonder aangeklikt hebben staan, zul je zien dat hij gaat draaien op die linksonderste, zeg maar. Dus dat ga ik nog een keer doen. Zo. En dan zie je dat hij daarop draait. Dat is natuurlijk niet goed. Het is belangrijk dat het object namelijk op diezelfde plek blijft staan. Anders zou het contra-object wat hier ingedrukt moet worden, zeg maar, niet meer op de juiste plek zitten. Dus het is heel belangrijk dat het ankerpunt op het midden komt te staan. Dat is een heel belangrijk gegeven. Nou moeten we eigenlijk gaan vaststellen van wat dan die breedte is. In dit geval is het dan hoogte, omdat die overdwars ligt. Dat kunnen we natuurlijk zien hier bovenin bij hoogte. Je ziet dat het 3 mm is, maar je hebt ook de optie om hier het meetlatje te gebruiken. Dan krijg je een venstertje, dan ga je over dat object en je pakt die lijn, zeg maar, die je wilt weten. En als je nu in dat venstertje gaat kijken, zie je dat de segmentlengte 3 mm is. En dat is ook gelijk de hoogte, 3 mm. Dus we weten dat het 3 mm is. Oké. Maar ik wil dus nu 5 mm hout gaan gebruiken. Dus wat doe ik nu? Ik ga eerst even weer uitzoomen, want ik wil al die slotjes tegelijk gaan selecteren. En dat doe je door er 1 aan te klikken, shift in te drukken, dan de volgende. De daaropvolgende. Ja. Je kan het ook met slepen natuurlijk doen. Maar je zorgt dat ze allemaal zijn geselecteerd. Dat is belangrijk. Even kijken. Door dat goed doen. Je ziet het zometeen snel genoeg hoor. Laat ik dat voorop stellen. Zo, ik heb die slotjes allemaal geselecteerd. Nogmaals, het is gemaakt op 3 mm en ik wil er 5 mm van maken. Wat ga ik nou doen? Ik ga naar hulpmiddelen. Ik ga naar resize slots in selection. Dus dat zijn de geselecteerde slotjes. En dan zien we dat ik ben op zoek naar 3 mm. Dat is de oude materiaaldikte. Nou, dat is het al. Anders moet ik dat hier instellen. Dus wat we net gezien hebben, die 3 mm. Nieuwe materiaal heb ik gezegd van dat is 5 mm dik. Dan hebben we daaronder staan de tolerantie. Weet je nog dat ik misschien weet je dat nog wel, dat ik ooit een keer een video gemaakt heb over de kerf. Kerf is als je een plank hout doormidden zaagt. En je legt na dat doormidden zagen die twee planken hout weer strak tegen elkaar aan, zul je zien dat die plank kleiner geworden is. Waarom? Je hebt namelijk met de dikte van je zaag, heb je zaagsel eruit gesneden. Nou, dat heeft een laser ook. De dikte van de laserstraal, dat is de kerfwaarde. En bij mij is dat vastgesteld, dat heb ik zelf vastgesteld in die video. Ik dacht uit mijn hoofd op 0,068. Dus ik zet hem op 0,068. Dat is de tolerantie die hij van mij krijgt. Maar je kan hem ook iets hoger zetten. Als je niet zo strak wil laten plaatsen. Nu klik ik op slot width. Oftewel de breedte van dat slot. En zie daar. Hier lichten al die dingetjes op.
Ik heb aangegeven dat ik 5 mm wil. Hij is nu nog 3 mm. Als ik nu dus op OK ga klikken, gaat hij ze veranderen. En dat gaan we even vaststellen. We gaan even inzoomen op een van die blokjes. Pakken weer even die, die tool erbij met dat maatdingetje. En we zien dan nu dat de segmentlengte 5 mm geworden is. Je ziet een andere hoogte, dat komt omdat ik er dus nu niet eentje heb genomen die zeg maar horizontaal lag, maar die zeg maar diagonaal aan de rand van het object zit. Vandaar dat de hoogte nu 14,89 mm is. Zou ik er weer eentje nemen die onderin ligt of bovenin, zo'nzelfde deze hier bijvoorbeeld. En ik zou datzelfde grapje uithalen en ik ga kijken. Dan zien we dat de hoogte en de segmentlengte weer 5 mm is. En zo kan je dus iets wat je gemaakt hebt of wat je gedownload hebt, zeg maar wat gedownload was voor een 3 mm hout, veranderen naar een 5 mm hout. En hoef je dat niet allemaal handmatig te doen. Alleen nogmaals, ik heb daarbij al een bug ontdekt. En die bug is dat je vanaf sommige websites waar je DXF bestanden downloadt, bijvoorbeeld amede.com, dan lukt het je niet om die slotsize te veranderen. Dus ik denk dat dat nog een bug is die nog aangepast moet worden. Maar zo werkt deze functie. Dan komt de volgende verbetering in Lightburn. Ik wist niet dat het niet kon. Dat zeg ik heel eerlijk. Dus ik heb het ook nooit gemist. Maar stel, je gaat een vierkant tekenen. Zo, maakt verder niet uit. Rechthoek, vierkant. Ik zet hem even op lijn. Dat is het makkelijkste. Zo. Nu hebben we rechte hoeken hier. Als je die hoeken wilde afronden, dan was dat niet zo moeilijk. Dan selecteerde je het object. Dat hebben we nu gedaan. Dan ging je hieronder naar diegene waar radius bij staat. En als je die aanklikte, dan kon je de radius instellen van wat zo'n bocht moest hebben. Als je nu naar zo'n hoek toe ging en je klikte op die hoek, dan ronde hij dat af. Ja? Alleen, als je dit nou ongedaan wilde maken, of als je een bestand had wat er zo uitzag en je opgeslagen had en je wilde dat veranderen, dan moest je dat doen met ongedaan maken of wat dan ook. Nou, laat het nu toch zo zijn dat ze zeg maar het zodanig veranderd hebben dat als je nu opnieuw op die bocht hier gaat klikken, dat hij dan die bocht er weer uit gaat halen. Ik wist niet dat dit niet kon, dat zeg ik heel eerlijk. Dit schijnt een verbetering te zijn in Lightburn. Of je daar veel mee zult doen, dat is een tweede. Doe er je voordeel mee. De volgende verandering in die laatste update van Lightburn heeft te maken met tekst. Stel, ik ga een stukje tekst maken. Je bent met me eens, dit is een tekst. Ik selecteer het even. Maakt niet uit wat je het mee gaat geven. Ik doe het even een vul, dat is het makkelijkste. Dan zat er dus in Lightburn, en die zit er nog steeds, is zo'n blauwe stip waarmee ik die lijn in een bocht kan leggen. Op dit moment is die tekst die is gewoon hetzelfde gebleven. Nou kan je hierboven, bovenaan, onder de tekst, kan je de optie distort aanklikken. En let op wat er met die tekst gebeurt. We gaan even iets dieper inzoomen. En dan zien we dat die tekst nu, als het ware, door die bocht een andere vorm krijgt. Kijk bijvoorbeeld naar de pootjes van de N. Ik ga die distort weer uitzetten. Zie je dat? Nou, de een zal dit mooier vinden, de ander zal dat mooier vinden. Distort, de mogelijkheid dus om de tekst mee te laten vervormen met een bocht en is ingebouwd met een knop onder het lettertype. De volgende functie en de laatste die ik in detail ga laten zien, dat is degene die zeg maar kan zorgen dat een object wat niet helemaal recht geplaatst wordt op je werkbed, en ik ga deze even schuin zetten, hoe je die toch recht geplaatst kunt krijgen. Als we het zo meteen over assen gaan hebben, dan hebben we dus van boven naar beneden, dat is de y-as, van links naar rechts, dat is de x-as, maar ook diagonale assen. Nou, ik zal je laten zien wat ik bedoel. Ik heb deze vorm iets wat krom op mijn veld neergezet, maar nou wil ik hem liggend recht hebben. Ik heb hem ook niet zo extreem krom geplaatst, dat is ook een belangrijke in dit geval. Nu pak ik de node tool, dat is de vijfde van boven die onder het zeshoekje staat. Ik selecteer mijn object. Ik pak de onderste of de bovenste lijn. Ik ga daarop staan en ik klik op A.
En je ziet dat die uitgericht wordt op de x-as op dit moment. Even laten zien wat er gebeurt als ik die, als ik hem een beetje extremer krom plaats. Want nu zit hij veel meer dichter bij die diagonale lijn als het goed is. Dus ik ga hetzelfde grapje uithalen. Ik selecteer die lijn. En ik druk op A. En nu zie je dat hij hem op een diagonale lijn uitricht. Nou, datzelfde kan ik natuurlijk doen op de y-as. Dus ik ga hem weer even iets verder draaien, zodat hij wat meer naar die y-as neigt. Want hij richt zich uit op de dichtstbijzijnde as. Maar zo kun je dus heel gemakkelijk objecten recht plaatsen of diagonaal plaatsen. Op het moment dat je een beetje onzuiver bent geweest met het plaatsen van het object. Dus als ik nu op die rechtse lijn ga staan, ik druk op de knop A, dan richt hij zich uit op de y-as. De uitrichtfunctie, die zit dus onder de nodenknop, het punten bewerken, zeg maar. En dat is het knopje onder die zeshoek. Dus je hebt het vierkantje, het rondje, zeshoek. En degene die daaronder zit, dat is de nodenknop. En als je daar met je muis op gaat staan, dan zie je ook welke commando's er beschikbaar zijn. En dat is in dit geval het A-commando. Zo, dat waren de stukken en veranderingen in Lightburn die ik u wilde laten zien. Er zijn nog wat meer dingen veranderd. Er zitten wat dingen bij die ik u niet ga laten zien. Enerzijds omdat ze gewoon heel moeilijk om te tonen zijn. En anderzijds denk ik dat je dat zelf moet voelen op het moment dat je daarmee bezig gaat. Het eerste is dat als je meerdere lasers hebt, dan kan het zijn dat het home point, het thuispunt van jouw laser, het beginpunt, een ander punt is bij de verschillende lasers. Waar bij mijn laser dat bijvoorbeeld links onderin is, kan dat bij een andere laser bijvoorbeeld rechtsbovenin zijn. Dat had tot gevolg dat als je een foto of een afbeelding wilde laseren op laser 1 en daarop was die dan goed uitgericht omdat die links onderin zat. Maar je wilde hem vervolgens ook nog eens keer gaan laseren met die andere laser waarbij die rechtsbovenin zat. Dan moest jij handmatig die afbeelding en zo gaan draaien. Nou, dat is een wijziging. Ik kan je dat niet laten zien, want ik heb maar één laser. Maar dat is een wijziging die, als het goed is, in Lightburn ingebouwd zit. Dat zeg maar nu de afbeelding automatisch goed gepositioneerd geplaatst wordt. Dus goed gedraaid wordt bij het plaatsen in het werkveld, naar aanleiding van het homepunt van de laser die je selecteert. Dat is één ding. Daarnaast is er een verbeterde werking voor het werken met nodes of het werken met punten. En dan gaat het vooral om het splitsen van punten en het samenvoegen van punten. Ik heb zelf ook wel eens ervaren dat het vrij lastig is om goed te voelen en te zien van waar sluit hij nu aan op dat vorige punt. En die functionaliteit die schijnt dus erg verbeterd te zijn in deze versie van Lightburn. Het is een functie die ik niet heel vaak gebruik en u mogelijkerwijs ook niet. Ik kan het dus ook niet laten zien. Je zult het moeten voelen. Ik denk dat als je dat wel vaak gebruikt, dat je dan waarschijnlijk het verschil direct zult voelen als het inderdaad een verbetering betreft. Dus de werking van de nodes als het gaat om splitsen en samenvoegen, die schijnt sterk verbeterd te zijn. Dan daarnaast zijn er natuurlijk een heleboel bugfixes uitgevoerd. Een heleboel veranderingen die verbeterd zijn, die niet goed waren. En die, een heel mooi voorbeeld daarvan. En dat is ook een van de redenen waarom ik van deze update wist. Want ik had eigenlijk mijn abonnement laten verlopen zo van, nou, als er nou een grote update komt die interessant is, dan koop ik het wel weer. Natuurlijk kon ik het niet laten om de simpele reden dat ik dat videokanaal voor u heb. En dus ik moet u ook wel vertellen wat er verandert. Dus vandaar dat ik die update toch gekocht heb. Maar een heel mooi voorbeeld daarvan is tot bijvoorbeeld de Cubio 2. Als u een heel stuk terug gaat en ongeveer een jaar terug gaat naar video's van mij, dan zult u zien dat ik daar een video heb of twee video's of zo over de Cubio 2. En de Cubio 2, dat is de laser die bij een bedrijf staat in Westervoort waar ik nog wel eens ga hobbyen. En die heb ik meegehad naar België voor een paar dagen. Maar die werd niet ondersteund door Lightburn. En daar zit nu bijvoorbeeld ook de ondersteuning voor Lightburn in. Nou, in de video hebt u de grootste veranderingen gezien. Misschien dat er nog veranderingen zijn die de aandacht nodig hebben. Dan komt daar vanzelf weer een video over. Voor nu wil ik u fijne feestdagen wensen. En tot 2023. Fijne jaarwisseling. En blijf gezond. Dag.